twee minuutjes, hè. Maar we moeten vrij of mensen van deze kant op zitten hier, komen we naar en zitten hier. Dat is handig met de koffie dan. De meesten een opdracht krijgen om het verhaal trok te gaan en te leven naar het voorbeeld van Jezus. Het leven van de eerste gemeente werd beschreven in het boek Handelingen en ik lees in voor Handelingen 12, vers 41 tot 42. Die als in God oornamen, lieten haar dopen. En er waren die daar stap bracht bij de 3000 zielen. En je bleef een stroomfeest in de leren van de apostelen en in de mienskip. En dit raast om de protes. Haar lidwijs werd rondgeen naar het beeld van de 100-jarige bij de burgemeester op visite. De burgemeester vreegde net nadat hij naar de zoenen informeerd had hoe is Joerdijske gemakzuchtige en egocentrisch instellen meesten. Deze sleuwheid van meesten. Toen wonen ze een grotere bedreiging van het christelijk onderwijswijzen dan de plan nu Den Haag. En ik ben aan het witte wies met het feit dat wij in Boksem altijd een beroep van kennen op ouders en dwarfgenoren als er wat gebeuren moet van de squallen. Boksem en zijn squallen binnen Ien en wij binnen reed van de toekomst. De jaren strijden principieel, maar ook modern, flexibel en pragmatisch. 100 jaar christelijk onderwijs in Boksem onder het motto bestaan en bestaan blijven. Ik wens je alle jaar een hele goede dag. Dank. Een mooi boekje, een boekje voor je aan ze zeker kennen. Daar kom ik nou wel even op erop en ik wil graag het eerste exemplaar even voorleggen van de voorzitter van uw bestuur, de heer Klaas Kalmer. Speciaal
Je hebt 30 slaan. Ja, dat is krijgt even, hè? Van morgen zie je er weer nog worden, hè? Ja, maar het is niet waar. Ja, vrijwillig. Ja, vrijwillig. Kom. Shit, yeah.